Surinaamse deskundigen en belanghebbenden kunnen afkijken wat andere landen al doen op het gebied van strookzorg. Dit zei gezondheidsminister Amar Ramadien vandaag tijdens de Stroke Symposium in het UNASAT-gebouw aan de Hindilaan. Een strook, oftewel beroerte, is een medische aandoening waarbij een slechte bloedtoevoer naar de hersenen celdood veroorzaakt. De aandoening wordt gerekend tot cerebrovasculaire aandoeningen. En we hebben enkele initiatieven al ondernomen op dit moment om het flankerend preventief beleid te stimuleren. Zo is de commitment aan het hartsprotocol een van ze. Ik vraag daarbij ook als zorgprofessionals dat u daar goed naar gaat kijken, kritisch naar gaat kijken. We kennen de inzichten, we kennen de standpunten, maar laten we gewoon goed gaan kijken hoe wij via bekende modellen die al in 80 plus landen worden uitgevoerd, laten we gaan kijken wat wij als land daarvan kunnen meenemen. Het hoeft geen copy-conform te zijn, maar we kunnen het ook gaan standaardiseren naar onze Surinaamse standaarden. Ook zijn we bezig met het aanpassen van de tabakswet. We zijn bezig met het opzetten van een salt awareness program. We zijn bezig met het proberen te stimuleren om meer te gaan sporten. Een van de doelstellingen is om de tak sport, welke op dit moment bij het ministerie van regionale ontwikkeling en sport zit, bij het volgende termijn ook onder te brengen bij het ministerie van volksgezondheid, omdat die twee hand in hand gaan. Ramdien merkt op dat vooral de preventie van beroertes en andere cerebrovasculaire aandoeningen gestimuleerd kan worden vanuit het sportbeleid. Dat valt binnen de perken van het overheidsapparaat. Er zijn meer zaken die spelen. We moeten als overheid zoveel mogelijk inzetten op preventie. Binnenkort staat de begrotingsbehandeling en zullen wij sowieso in het jaar 2023 meer middelen ter beschikking stellen voor preventie. Het beleid van het ministerie in deze gericht is zeker in het kader van het vergroten van onze kennisniveau, dat wij zodra er mogelijkheden zijn en het past binnen het preventiebeleid, dat wij sowieso zullen ondersteunen. Strook, uiteraard, belangrijk onderwerp. De cijfers die ik gepresenteerd heb gekregen, die zijn niet zo mooi. Maar als we kijken dat 12,2 miljoen personen elk jaar in de wereld een nieuwe strook krijgen, ofwel 1 per 3 seconden, is dat wel schrikbarend. 101 miljoen personen die op dit moment leven met de gevolgen van strook. Middels het gehouden mini-symposium wil de vakgroep Neurologie in Suriname de verschillende ontwikkelingen binnen de strookzorg nader belichten. Het is ook de bedoeling dat de klinische relevantie van enkele disciplines die een bijdrage leveren binnen strookzorg belicht worden.